begin te schrijven vanuit een grote verstrooidheid, verwarring, paniek zelfs. Bij alles wat ik maak, of dat nou een artikel is of een boek of zelfs een column, dan word ik overvallen door een grote paniek dat ik het niet bolwerk. En op de een of andere manier gebeurt dat wel, maar dat lijkt een beetje niet van mijzelf af te hangen. En de paniek gaat dan over de deadline of het niet kunnen? Of, dat ik het niet voor elkaar krijg. Ik denk ook eerlijk gezegd dat als je iets te veel duidt van tevoren, dat je het al niet meer, dat je er niet meer door geboeid kan worden. Ik geloof dat Flaubert het eens heeft gezegd dat als je kinderen die nog geboren moeten worden te veel ontleedt, dat je hem niet meer overeind krijgt om ze nog te verwekken. Nou, daar herken ik mij zeker in. Maar niettemin ligt er ergens kennelijk diep in jou opgeslagen, in jouzelf opgeslagen, de opdracht om aan zo'n boek te beginnen. Ja, juist omdat er uit die verstrooidheid dingen ontstaan. Juist omdat er momenten zijn die als puzzelstukjes neervallen vanuit het niets. Dat is zo fascinerend, dat is bijna verslavend. Als proces? Als proces. Ik ben absoluut geen systematische schrijver. Ik ben ook geen schrijver die zijn eigen werk prima in de literatuurgeschiedenis weet te plaatsen. Ik kijk ook helemaal zo weinig mogelijk. Zeker als ik schrijf, lees ik niet andere schrijvers. Probeer ik geen belangrijke gesprekken te voeren. Omdat juist die verstrooidheid en die verwardheid misschien heel belangrijk is om een sfeer te scheppen. En dat is wel belangrijk in mijn werk. Dat kan een zonderling boek opleveren. Van allebei mijn romans werd gezegd dat ze zonderling zijn. Maar ik denk dan ook dat herkenbaarheid iets is wat enorm is overschat als kwaliteit in de kunst. Lezers willen zich graag kunnen spiegelen aan een personage, maar ik herken dat feest van de herkenning helemaal niet. Dat ken je zelf niet? Nee, ik lees graag een zonderling of merkwaardig boek.